Zeer goedemorgen allemaal. Welkom op een gloednieuwe vlog. Ik ben niet goed opgestaan. Ik had buikpijn tot en met. Ik ben nu de vlogbestanden van mijn gsm af aan het halen. Terwijl dat ik ook opnieuw al aan het vloggen ben. Dus welkom weer al op een gloednieuwe vlog op Psycho TV. Want ik heb een nieuwe start genomen. Jullie hebben het misschien wel gezien. Misschien sommigen niet, maar er is iets veranderd aan Psycho TV, maar dat hou ik nog even geheim. Kijken als jullie het zelf ontdekken. Oké. We zitten al vandaag aan de 978ste vlog vandaag. Welkom. Het gaat toch richting de 1000 toe? Het komt wel heel dichtbij. Het komt echt heel dichtbij. En ja, ik heb echt zeer slecht geslapen. En ik heb mijn belofte daar. Voilà, ziet. Kijk. België heeft gewonnen. Dus ik ga met de Belgische t-shirt ga ik dus werken. Dat, ja, België heeft gewonnen. Dat had ik dus tegen jullie gezegd dat ik dat ging doen. En dan ga ik dat ook doen. Punt uit. Voilà. Weer al aan mijn belofte gehouden. Oh, hoe doe ik het dat toch goed. Maar ik ga jullie laten. Want ik heb ook een loopneus. Dus ik ga opnieuw een zakdoekje halen. Maar ik kan jullie niet meenemen. Want de gsm hangt aan de computer vast. Want die is de vlogbestanden van gisteren allemaal op mijn computer aan het gooien. Ik ga die nu 's morgens vroeg renderen. Dus ik kan die niet controleren. Want het is al 7:05. En ik weet niet hoe lang dat zoiets kan duren. Voilà, de intro staat er al in. Dan moet ik de vlogbestanden. Oh, die zijn nog niet overgezet allemaal. Daarvoor moet ik nog 45 seconden geduld hebben. Dus, maar ik kan jullie laten, want mijn neus begint echt nu te lopen. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. 10 in de Q-top 40 morgen. Ja, ik was terug naar Q-music aan het luisteren en het werkt weer al. Jawel, eindelijk in mijn auto. En nu ben ik onderweg naar mijn thuis toe. Wat heb ik vandaag gedaan op het werk? Jawel. Wat ik heb gedaan vandaag op het werk is gebandoleerd. Dus eerst stapel, dus bestikkeren. Dus de chocomelkflesjes bestikkeren. En dan ja, stapelen. En dan ook nog, heb ik dit ook nog op de bandoleermachine gezet. En dan gaat hier ook als een razende tempo onze windturbines. Woehoe! De eerste staat bijna recht. De eerste koker staat recht. En de wieken zijn ook aangekomen, zie je? Ja, de wieken zijn ook aangekomen. Dus de wieken zijn ook perfect aangekomen hier in Alken. Dat is ook wel heel leuk. Ik moet ook wel eens ooit zoals in een windturbine toch wel eens zoals binnengaan en dat is filmen hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Daar ben ik ook wel eens echt eens benieuwd naar. Dat moet ik toch eens kunnen regelen. Man. Zal ik dat niet kunnen geregeld krijgen? En mensen, jullie hebben het misschien wel gemerkt. Iets van Discord. Maar meer zeg ik niet. Oh, van... ik heb mijn rust terug eindelijk terug kunnen vinden. Er gaan terug hele mooie filmpjes aankomen. Als er maandag een lockdown is van mijn werk, dan gaan daar andere filmpjes online komen.
dan ga ik iets anders doen. Dan ligt de vlog even op stilstand. En waarom op stilstand? Ja. Waarom? Ja, dan kan ik geen mooie vlogs weer al gaan aanleveren, want ik heb gehoord dat de sportcentra's en al zijn gesloten. Hier wel erg traag hier in en dan komen ze heel snel achter mij aan, want ziet dus, daar is al een volgende auto en die kwam redelijk snel aan. Zien jullie het hier? Op mijn vingertje rijden, kom, op mijn vingertje. Amai man, een druzelaar, komt u maar. Maar dat stonden er al twee. Ja, dan ben ik terug nu naar mijn appartementje aan het rijden en zelfs richting Bea. Bea, ik ga even een uurtje rusten. En ook iets eten natuurlijk. En dan ben ik onderweg naar jou toe. Het kan zijn dat ik misschien nog wat op Pokémon ga jagen, ik weet het nog niet. Dat hangt er allemaal af van mijn dutje, hoe ik mij ga voelen achteraf de dutje. En het is fucking fantastisch weer vandaag. Woehoe! Not. Het is echt zwaar bewolkt. Ah ja, nog een nieuwsfeitje. Hier in Alken hebben ze nu de kilometer per uur wat je mocht rijden ook op de weg geschilderd. Nu komt het. Het leuke ervan al is. Ze hebben 50 km per uur ondersteboven getekend, dus aan de andere kant van de rijbaan. Dus niet aan de rechterkant van de rijbaan, als je zo aan het rijden bent, maar aan de linkerkant. Oh my fucking god. En jawel mensen, ik heb mijn belofte ook nagekomen. Ik ben in mijn tenuke, gaan werken van, jawel, de voetbal. Dan weten jullie dat. Dus ik heb mij aan mijn belofte gehouden, want ik heb daar gewerkt met een t-shirt. Dat als je aan een oven staat, is het redelijk warm. En dan heb je die, dan zeggen ze deze t-shirt. Maar als je naar buiten gaat, doe ik nog een dikkere blouse aan hoor. Want het is echt friskes buiten. Oh. Ja. En ja, als jullie het hier hebben gezien. Ja, ik doe het nog altijd. Het is moeilijk om te stoppen. Bij deze. Ik zie hier nog iets liggen. Tada! Een bik. Een stilo. Met deze ga ik jullie nu even laten. Ik ga nu even naar binnen toe een tutje doen. Even wat eten. En dan richting Bea. Mensen. Ik heb nu toch wel iets aan mijn flikker. Maar jawel. Bijna nog een accident. Maar ik ben zo terug. Ik moest even ook nog mijn Bluetooth afzetten. Ik heb hem even aan de kant gezet. Bij deze. Dat ik dat heb gedaan. Ja. Dus ik ben weg nu met mijn schatje. Ik mis haar al. Nee. Jawel, ik mis haar al. Maar wat we altijd meestal doen, zo op de grote ring nog zo een toertje doen. En dat is soms wel meestal wel leuk hoor. Dan is het nog wel iets langer bij mij. Maar ja, het begint allemaal geld te kosten. Waarvan gaat hij nu echt over de weg oversteken? En niet over de fiets.
fietspad, maar die stikt over de fietspad. Dat is goed. Toppie! En nu ben ik terug richting mijn appartementje aan het rijden. Oei, ik heb vergeten aan te zetten. Ik was al in aan het voegen. Ja, ik sta hier weer al voor de failliete Record. Ik vind het heel erg dat hun weggaan. En ik ga sowieso al één ding zeggen. Hè. Morgen ga ik een heel grote opkuis doen, zowel in mijn auto als op mijn appartement. Oh, maar dat moet ook nog eens dringend gebeuren. Opruimen op mijn appartement? Nee, dat bedoel ik niet. Mijn auto moet nog eens opgeruimd worden daarbij. Ah, hier is het rood. Rood is toch wel een mooie kleur, hè? Voor te stoppen. En ik ben muziek nog aan het luisteren. En zelfs heb ik nog copyright. Dan kan ik dat er weer al uitknippen. Dus jawel. Hallo allemaal. En ja, ik ben dus terug richting mijn tuin aan het rijden. Oei, Frans Billen is hier ook al helemaal weg. Afgestript. Frans Billenweg, Recordweg. Wat is dat hier? Frans Billen, echt waar. Dat is redelijk, ja, redelijk lang hier ook aanwezig geweest. Oké, mijn jeugdig sentiment. Ook door, omdat ik passeerde hier elke keer en al. En hier stonden altijd van die oldtimers in de etalage. Maar die zullen dan ook wel weg zijn. Ik kan het morgen dus wel eens zien als het weg is, ja of nee. Allee, groen, nee dus. 1, 2, 3 seconden. 3 seconden heb ik stilgestaan. Ik moet dan niet rap op groen zijn. Ja, Otterke, ik kan ook niet invoegen als die hier langs mij ook zich gaat versnellen. Ja, oké. Dan gaan we hier invoegen. Ja. En daar staat de auto stil. Fuck! Waze staat niet op. Kon ik even zo wat terugdraaien en die aangeven? Nee, dat ga ik zeker niet doen. Nee. Zelfs als die weg en dan heb ik daar weer al voor niets gedaan. Zo ben ik niet. Maar de meeste wijzers wel van. En die spelen ook soms wel een valse rol van. Die zetten er dan dus ook eens aan bij hun thuis. En dan ja, krijgen ze punten, hè. Die puntensysteem op wijs is toch wel iets heel raars. Moet ik wel eerlijk toegeven. Zo ook als je begint, moet je ook eerst snoepjes eten en al. What the fuck. En ik heb nu ook een Batmobiel. Het is nog redelijk druk op de baan, vind ik. Ik moet het eerlijk wel toegeven. Wow. Mooi een BMW. En ja mensen, jullie hebben het misschien al gezien. Er is een nieuwe Discord link server. Dan weten jullie dat. Dan jullie zijn van allemaal van harte welkom. Van, ik heb nu een nieuwe start genomen. Ik voel me nu al veel beter dat die ruzies weg zijn en al. Dus daar ben ik wel echt heel blij om. En het is weer al rood. Even kijken als daar iemand gaat terugdraaien. Er zijn al 3 auto's ingereden.
3 van de 3 rechtdoor, 4 auto's ingereden, 4 van de 4 rechtdoor, amai. De vijfde auto, gaat die zich keren? Nee, ook rechtdoor, amai. Ja, soms keren ze hier wel eens, hè, voor rapper over te geraken. En weet je hoeveel dat je uitspaart? Och, garm, 30 seconden. En kijkers, jullie mogen mij ook billenklets geven. Ik ga eerlijk iets toegeven. Het is niet voor expres gebeurd. Het is echt niet expres gebeurd. Ja, er is iets gebeurd. Even een kleine strooimoment. Er is ook niks gebeurd. Er is ook geen gevaarlijke situatie geweest op dat moment. En hier staan ze te flitsen. Jawel, hier staan ze te flitsen. Ja. En ja, zie je, daar staan ze te flitsen. Dus, zoals dat er ook geen flitspaal stond, ik heb door rood gereden. Ja, ik zat wel stil. En in één keer dacht ik, oei, het is groen, ik moet vertrekken. En ik vertrok en het was nog rood. Ik keek zo in mijn achteruitkijkspiegel. Iedereen bleef staan. Maar niemand reageerde met geflikker of zo, of getuut. Van te zeggen van, hé, hey, wat doet je nu? Waarom ren je nu ook door rood licht? Mijn excuses ervoor. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Het was ook redelijk laat op dat moment. Maar ja, het mag niet gebeuren, hè. Dus bij deze heb ik wel een fout toegegeven, ook openbaar. Sorry ervoor, mijn excuses. Maar er zijn geen slachtoffers gevallen bij deze. Ik hou mij ook altijd zo goed mogelijk aan de limieten en al. Behalve als ik een vrachtwagen moet voorbij zeggen, dan probeer ik wel eens even sneller te rijden dan toegelaten is. Maar dan ga ik wel weer al terug op mijn normale snelheid. Bij deze. En ja, hier, Kristal Alke, de poepers gekregen, ze gaan 3 weken toe. Dat heb ik vernomen van goede bronnen. En die goede bronnen wil ik wel niet weergeven, maar wil ik dat ik hun niet in moeilijkheden wil brengen bij deze. Dan is er dan nog iets? Nee. Ik kan ook terug naar Q Music luisteren. Joepie in mijn auto. Luister maar. Wel met gekraak. Maar ik kan terugluisteren. Yes, yes, yes. Hoe heb ik het gedaan? Ik weet het niet. En hier staat nog een auto stil. What the fuck? Voilà. Bij deze ben ik aangekomen nu op mijn, jawel, normale plaats waar ik altijd ga parkeren. Dus, ik ben thuis, ik ben moe, ik ga me nog gauw scheren, dan ga ik nog gauw in een timeslapje gooien, en dan kan ik weer al een liedje op downloaden zetten, dus alle timeslapse video's, daar zit een muziekje onder. En sinds kort, als er ergens een muziekje in mijn vlog voorkomt, kun je deze ook dan helemaal gratis en voor niets downloaden op mijn website www.psychotv.be. Klik dan op downloads. Dan het volgende, de Q&A. De Q&A wordt even op on hold gezet, dat er terug redelijk wat vragen gaat binnenkomen. Ik ben dus overgeschakeld naar een nieuwe Discord-server.
Want ik was de ruzies en dat geklaag en al allemaal beu, 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 beu. Ik kon het gewoon niet meer aan. Daarom dat ik ben verhuisd naar een andere Discord-server. En daar houden we echt nou letterlijk alles in de gaten. En wie niet welkom is, krijgt sowieso een ban. En de leden die er nu op zitten, ja, die zijn van harte welkom. En ik ben ook al blij dat jullie ook al de nieuwe Discord-server hebben gejoind. Welkom allemaal. Tamara heet jou welkom. Mano heet je welkom. BRNT heet je welkom. Mijn schatje Bea heet je welkom. En ik heet je welkom, welkom op mijn Discord-server. Welkom, welkom op mijn Discord-server. Nee, dus ik ben ook gelukkiger. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ik ben vele, 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 vele gelukkiger dan ervoor. Want jullie zagen het ook, dat mijn vlogs echt heel zwaar achteruit aan het gaan waren. Ik heb eens gezegd nu, ik ga een nieuwe start nemen. Ik ga binnenkort misschien morgen al, of al zaterdag, ben het dan nemen hè, als het wilt komen. Kennen jullie dit? Oh ja. Oh ja. En nee, ik ga dat dus niet naar elkaar toe doen, want ik weet hoe moeilijk dat van elkaar te krijgen is. Ik heb daar de vorige keer bijna echt letterlijk en figuurlijk 5 minuten aan moeten trekken, aan moeten sleuren. Ja, sleuren niet. Echt moeten aantrekken en links, rechts. Want als ik dit al doe, voel ik het al. Oeh, nu is er weer spanning. Als ik het nu omdraai, deze. Oei, nu lukt dat wel. Hoor je dat? Zit er tegen, maar ik ga het niet verder doen, of anders krijg ik het echt niet meer uit elkaar. Ik wil nog eens gaan, jawel, magneetvissen. Maar dan moet ik ook nog wel opnieuw handschoenen gaan kopen in de Brico of in de Gamma. Ga ik dan dus in de bouwmarkt ga ik dan handschoenen kopen en dan ga ik nog eens een keer magneetvissen. Kan wel eens leuk zijn. Misschien dat mijn schatje dan wel meedoet, wie weet. Oh, wat staat er nog als leuke dingen op programma? Ik wil nog een keer nog een hele leuke zwemvlog maken. Ja, dat wil ik ook meer gaan doen. Gaan zwemmen, echt waar. En dan jullie meenemen. Oh, dat gaat echt heel leuk zijn. Oh ja, ik zag toch iets. Ik dacht dat ik al iets zag van achter mij. Voilà. Ik zit terug vast onder mijn stoel en onder mijn passagiersstoel. Voor de rest, wat gaat er nog veranderen? Veranderen niet. Ik ga het gewoon beter maken. Dus ik ga dus ook echte dus zwemvlogs maken. Dat zit er ook in de toekomst aan te komen. Ik wil echt dingen gaan doen ook voor bedrijven en al. Fun bedrijven bedoel ik dan, onder andere, of ook gewoon bedrijven. Misschien zo is. Ik heb nu toch vrijdags vrij, maar met die coronatijden gaat het ook wel echt misschien wel iets moeilijker gaan. Wou ik dus zo voor 1 keer per week een andere job doen en dan daar wel filmen. Ja, dan moet ik wel tijdens wel minder schat al meekrijgen. En ik moet morgen ook nog een cadeau gaan kopen voor mijn papa voor overmorgen aan hem te geven. Ik ben aan het denken wat juist. Ik weet het. Een brief, meneer. Een zakgeldje van 10 euro. Ja.
Ik weet sowieso dat mijn papa niet naar mijn vlogs kijkt bij deze. En als iemand mijn vader kent, niet doorvertellen. Dank u, want dat moet een verrassing zijn. Oh, ik ben echt moe. Ik ga nu jullie echt laten, want ik ben nu al echt al 16 minuten aan het lullen. Maar ik vind het soms zo raar. Hè? Daar staat ook een auto, die staat er ook al redelijk lang stil. Is dat ook een vlogger of wat is die daar bezig? Ik weet het niet. En dan hoop ik geen slechte telefoon te krijgen morgen van Biwaal. Ja. We gaan ook ons deuren sluiten voor corona. Ik hoop het niet. Ik ben echt bij gaan vallen. Dus bij deze ga ik jullie laten. Tot morgen allemaal. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En jawel. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe video online komt. En deel deze video ook met je vrienden, kennissen, noem maar op. Laat ze abonneren op mijn kanaal. Laat ze naar mijn video's kijken. Het gaan weer al toffe vlogs worden. We gaan er weer alles echt voor. En geen saaie vlogs meer. Nee, 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 nee. Geen saaie vlogs meer. Nee, Dimitri. Dat gaan we zeker niet doen. We gaan regelmatig iets heel leuks doen. Echt waar. Voor mijn kijkers. Dat moet ik zeker, zeker, zeker doen. Dus bij deze weten jullie dat. Echt waar, ik ben gemotiveerd tot en met. Ik wil er terug voor gaan. Ik heb terug de energie ervoor gekregen. Godverpiep. Ja. We gaan er iets, echt iets leuks van maken. Echt waar. Want tenslotte, we zijn bijna bij een driedelige getal aangekomen. Drie, vierdelige getal. Ja, vierdelige. Ja, sorry, soms moet ik nog wel eens mijn handjes gebruiken. Het is vierdelige getal. En jullie weten welke getal dat wel zal zijn. Bij deze ben ik nog wel redelijk lang verder aan het lullen tegen jullie. Hè? Dus dat is niet de bedoeling. Ik ga nu slapen. Tot morgen. Yo. Jawel, kijkers. Welkom nog op een toevoeging van mijn vlog. Ik ga mij nu nog gaan scheren. Dus dat ga ik er helemaal af doen. Maar, dus ik had je even gevraagd om dit te laten staan. Zo'n seksje. Dus ik ga zo een klein seksje ook laten groeien dan. Ik heb er heel goed over nagedacht, dus dan kan ik dat ook doen. Maar nu eerst scheren. Voilà, dat is mijn tik. Maar ja, dat gaat in een timeslapje zijn, dus met muziek. En dat is ook als afsluiten van mijn vlog voor vandaag. Ik heb er wat op de nieuwe Discord wat gewerkt. Ik heb er ook gewerkt voor de muziek. Of de plaats, het is de Freeware Copyright Music. Van mijn vaste harde schijf naar een externe harde schijf toe. Ik had ook redelijk wat veel kopiemappen. En ja, daarbij. Dus bij deze. Heel veel bedankt al om een deel uit te maken van mijn leven, nogmaals. En nu ga ik mee scheren en veel plezier met de... Hold on to me. Hold on.
Never let me close your eyes. Only got one night. Just put your trust in me. Give me everything. I need your love tonight. So baby, please don't fight it. Put your trust in me. I'll give you everything. So hold on to me. Never let me go. Right here in your arms is where I want to be. Mijn zikske staat er ook en nu ga ik slapen. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Normaal heb ik dat niet gedaan, nog een extra toevoeging van een extra toevoeging van een extra toevoeging. Allee, nee. Slaap wel, joe.